Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV. Man, wat is het lang geleden dat ik dat gezegd heb. Hoi Chantal. Hallo. Dat is lang geleden hè, dat we samen wat hebben gedaan op het Nederlandse kanaal zelfs. Heel lang geleden. In ieder geval leuk dat jullie kijken. We gaan vandaag een potje ultra hardcore doen. Wat houdt dat precies in? Wij worden in deze wereld gedropt in teams van vier teams. En de bedoeling is om zo spoedig mogelijk naar het midden te werken om elkaar daar te verslaan. We hebben op dit moment een world border van 1000 blokken ver. Die kun je niet zien vanaf hier, is iets te ver weg. Die komt inderdaad vanzelf op ons af, want deze krimpt. Elke paar seconden krimpt hij een blokje. En wie het eerst in het midden is, die heeft zeg maar het voordeel. En het is gewoon de bedoeling om elkaar af te maken. Dus hebben we er zin in, Chantal? Ja, ik ben me nog even fysiek aan het voorbereiden, maar komt goed. Absoluut, we gaan er wat moois van maken. Ik zou zeggen, we gaan zo dadelijk beginnen en dan zien we jullie bij onze spawn. En we zijn gespawned, Chantal. Oké, first things first, hout. Hout, nou ik zie genoeg bomen. Inderdaad, dat schiet lekker op. Trouwens, waar is... Oké, daar is de border. Dus we moeten zoveel mogelijk al naar het midden toe, denk ik. Ja, we moeten van die border af inderdaad. Ik heb in ieder geval wat hout. Eén van ons hoeft maar een crafting table te maken. Ja. Staat hier wel vol met ezels, maar dat heb je ziek. Geef die trouwens vlees? Nee, die geeft alleen maar leather. Oh, maar je kunt toch niet regenen, of wel? Nee, dat heeft helemaal geen zin. We hebben alleen eten nodig om inderdaad onze honger van de nul af te houden. Zodat geen slowpoke wordt. Precies. Ik maak vast een crafting table. Oké, ik ben bezig met hout rammen. Top. Oké, ik heb wat standaard tools gemaakt. Ik zal jou in dit geval de... de axe heb ik natuurlijk weer niet. Ik heb nog op hout. Wil je hier... Nou, ik ben al bezig. Pak dit boompje er wel uit. Maar is het dan wel of niet verstandig om even wat eten te verzamelen? Eten is zeker verstandig. Want ik zie daar nog een aantal koeien en die kunnen we nu nog meenemen. Daarom, gewoon gelijk vermoorden. Moet je kijken hoe snel die border al gaat, joh. Ja, dat gaat heel snel. Dat gaat rap. Oké, wacht even. Ik gooi hier gewoon even alle... Hout bij jou neer. Dan kun je nog even wat craften, zodat we niks dubbel maken. Precies. Ik zal je een axe geven. En een houten pickaxe slaan we even over. Ik heb al een houten pickaxe, dus we gaan zo gewoon steen graven. Hier heb je een... Waar ben je opeens gebleven? Oh, daar. Achter je. Hier is een axe. Een simpele axe. Maar inderdaad, de border komt dichterbij. Dus... Laten we het bos in bewegen. Ja, ook dacht ik ga even die koeien vermoorden. Dat heb ik niet gezien. Waar hebben we de koeien? Oh, daar, aan die kant, ja. Sure, ik ga je helpen. Probeer zo weinig mogelijk te rennen, uiteraard. Oh ja. Zo. Hupsakee. Als de ander daar nou niet aan denkt. Nou, inderdaad, dat zou wel even fantastisch zijn. Mushrooms voor soep. Nou, dat is eigenlijk ook niet nodig, hè? Je hebt mij alleen maar een axe gegeven, hè? Ja. Oké. Ik heb hier ook nog een soort, maar we gaan zo gewoon gelijk graven. En even wat stenen goed maken. Oké, die border komt echt heel snel in de buurt. Ja, we gaan echt landinwaarts nu. Zo, we gaan maar gaan dat gewoon duurt deze gewoon kant op. 2 uur voordat hij zeg maar bij de span is. In totaal 2 uur, ja. Ja, dat duurt nog even. Dit was een leuk potje. Een lang potje ook. Ja, ik wil even kijken hoe laat het al is. Oké, dat wordt nachtwerk. Het wordt nachtwerk, ja. Ach, dat overleven wij nog wel op onze leeftijd, toch? Nog net, inderdaad. Ik loop in ieder geval het overdekte bos vast in. Jan, ik zie 3 schapen. Vermoorden, dan hebben we 1 bed. Ja, maar heeft dat nut? Nou, eigenlijk niet. Nee, want we zijn ook afhankelijk van de anderen die slapen natuurlijk. Weet je, ik neem het voor de zekerheid gewoon mee. Ja. Baat het niet, dan schaadt het niet. Nou, inderdaad. Ik ben je wel kwijt ondertussen. Ja, ik sta nog ongeveer bij... ik sta bij de ezels nog. Oké. Ik weet niet waar jij heen bent gegaan precies, maar... Ik loop terug naar de ezels, ik zie alweer. Je past er wel mooi tussen. Nou, dank je wel. Dank je wel. Oh, daar ben je. Ja, check. Oké, ik heb wat beef en ik heb wat, wat leather. Dat schiet niet echt op wat dat betreft, maar ik kan wel eventjes wat... Ik heb trouwens 6 leathers. Ik heb 6 raw mutant. En 11 raw beef. Dus
qua eten. Moet er even inderdaad even wat stenen hebben, kunnen we een furnace maken. Ja, ik heb hier een grot gevonden met ook het nodige ijzer, dus dat ja, maar ik heb alleen maar een axe, ik heb verder geen tools nu, hè? Nee, nee, maar... En ik heb allemaal houten jou. Zie je waar ik ben? Ja, onder de grond. Check, ik ga voor jou een stenen pickaxe maken, alsjeblieft. Nu kun je ook ijzer daarmee hakken. Hakken, buddy. Hakken, buddy, dan pak ik even wat kool. En wat van dat soort ongein. Oh, hier heb je al gelijk iron inderdaad. Ja, dat scheelt. Hé, hey, lekker bezig. Lekker bezig. Niks meer aan doen. Het is lang geleden dat ik gewoon iets in het Nederlands heb opgenomen, weet je dat? Het is toch een zekere, ja, hoe zal ik het zeggen? Een zekere opluchting. Dat ik niet mijn accent hoef op te zetten. Good morning. Good. Ja. Wat zeg je? Good morning, afternoon or evening and welcome back to Irinia. Oh, echt, hè? Kun je het ook op Amerikaans Engels? Nee, niet echt. Nee, ik zit even na te denken, hoe is een Amerikaans accent? En het antwoord is nee, niet echt. Ja, Amerikaans is natuurlijk ook best wel breed. Ja, dat is heel breed. Je hebt Alabama, je hebt California, je hebt Washington. Howdy! Je hebt van alles. De houten pickaxe gaat weg, want fuck dat. We hebben hier een mooie grot. Ik heb wat torches. Die kan gebruiken. Nice. Heb je al een furnace gemaakt? Nee, ik heb nog geen furnace gemaakt. Zullen we de workbench dan wel meenemen als we weggaan? Ik maak wel even Hier is verder niks. Dus inderdaad, furnace is nu gewoon... Hot topic. Dan weet je sowieso dat Cubril ook een furnace heeft gemaakt, geloof ik, of niet? Ja, klopt. Maar Cubril, ik zou dus eerst met Jelle samen. En Jelle is echt een ontzettende tryhard. Zo, wij hebben nu ook een hot topic. Jelle is een Minecraft nerd. Ja. Jelle is een tryhard. En ik ben eigenlijk ook een tryhard. Dus ik mag niet al te veel daarover zeggen. Maar ja. En ik schipper in between. Trouwens, die bent wel een iemand die heel veel Minecraft speelt. Dat is zeker een feit. Een feit? Ja, een feit. Een koe meer scheidt dan een geit. Dat is zeker waar. Trouwens, die border, hè, die zie je niet beneden aan. Nee, klopt, want je ziet hem wel als hij ondergronds gaat, uiteraard. Maar... Ah, ik vind het echt... Goed. We moeten hier inderdaad niet te lang vertoeven. Het beste is dat we gewoon ZSM naar spawn gaan. Ja, dat lijkt me ook. Daar kun je het langs blijven. Maar ja. Exact. Dus als we daar gewoon de bende uitgraven, dat zou het beste zijn. De border komt inderdaad vrij dichtbij. Ja, de border komt vrij dichtbij. Dus ik heb nog wat steak voor jou in de oven zitten. Die kun je meenemen. En dan ga ik even naar de coördinaten kijken. We moeten inderdaad deze kant op. En we zitten ook... we zitten ook best ver op de Z-as, zeg maar. Dus we moeten nog wat landinwaarts gaan. Oké, nou ik haal die furnace mee. En dan hopen dat we een village tegenkomen voor potatoes. Zou je de torches ook weer meenemen, voor de zekerheid? Niet echt nodig. Ik heb er nog 18. Ik heb best wat kool opgepakt. Dus, ik ben uitgepakt. We zitten wel even goed. Op het moment dat ik het vroeg tekent al. Oké, check. Niet rennen. Nee, niet rennen. Absoluut. Gewoon door blijven lopen. We hebben vanaf spawn een klein beetje saturation meegekregen. Pas wel lopen. Hier kunnen ook een mob zitten natuurlijk. Ja, zeker. En het wordt ook gewoon nacht straks. Dus ik heb een houten zwaard. Ik heb nog geen stenen zwaard gemaakt. Maar dat misschien is het ook wel handig om dirt te pakken. Gewoon als het nacht wordt en... Dat we een hokje kunnen maken. Ja, weet je. Gewoon to the basics. Een dirt huisje. Nee, inderdaad. Het is misschien... Helemaal geen slecht idee. Ik heb alleen geen shovel, wat dan ook. Ik heb een houten shovel, maar die is echt zomaar op. Ja. Ik zou zeggen, pak gewoon wat hout inderdaad. Hé, je wordt uitgescholden. Jan Noob. Jan Noob. Wauw. Oh my god. Oké, ja, de teams die zijn dus nu als volgt. We hebben Cubril en McHaggis. We hebben Job en Thomas. De Job en Thomas show, kent u dat misschien? We hebben Britt. Zo heet en dat team Luke. Ook, hè? Ja, de Job en Thomas show. En we hebben dus Pinky en ik. Het wordt inderdaad nacht. Dus we gaan eens even kijken hoe ver we kunnen komen voordat we trouwens, een rukje bouwen. We hebben geen zadels. Anders zou het tof zijn als je met de paard... Dat was belachelijk tof geweest. Maar ja, daar hebben we echt dungeons voor nodig. Of moeten we ongeveer een uur voor gaan vissen. Nou ja, voor beide hebben we niet echt tijd. Vissen kan nog misschien. Wel. Ik weet niet hoor. Als één iemand vist en de ander die doet wat.
Het zou echt tof zijn als zij met z'n tweeën te paard aankomen. Dat zou wel echt belachelijk tof zijn. Ik denk dat we hier eventjes een cobblestone mijntje moeten maken. Want het wordt echt nacht. En ik wil het liefst niet in het bos doen. Want er gaan monsters onder de bomen schuilen. Als het dag wordt. Oh, Dr. Job heeft ook voor het eerst een crafting table gemaakt. Zo, dus dat is tijd. Nou, echt hè? Oh, wacht eens. Ik heb er nog niet eens één gemaakt. ik zeg, we gaan hier ergens bovenop de... Ja, bovenop de berg. Ja, hier hebben we goed uitzicht. Dus laten we hier een gaatje maken. Ja, ik heb geen... ik kan niks maken. Ik heb wel wat dirt bij me. Ja, maar ik heb ook geen shovel om even mee te helpen. En ik heb geen... Nee, precies. Nou, dat geeft helemaal niks. Hoe diep ga je hem doen? Nou, we gaan hier gewoon een spiraaltje naar beneden maken. Zo. Gewoon gewoon een 3x3 spiraaltje. Kan ik hier wat neerzetten? Zo. Ja, dat kan. Zo. Hupsakee. Ik gooi er wat meer vlees erin. Doe ik ook nog wat nuttigs. Ja, top. Zo, en als we nou hier eventjes een dakje bovenop zetten. Oeh, ik ben al weg. Ja, ik heb echt 3 deurblokjes bij me of zo. Zo, top. Nou, dat is precies wat we nodig hadden. Zo, dit is een gaatje van 1x1. Dan ga ik, zeg maar, hier een trappetje naar beneden maken. Ik zie het. Wat komt eronder dan? Wat ga je eronder doen dan? Nou, ik ga gewoon een mijn maken. Oh ja, handig. Zodat we gewoon steen kunnen meenemen en hopelijk wat ijzer tegenkomen in de nacht. Oh ja, ik krijg trouwens honger, dus het is me goed dat we vast... Thomas die heeft al ijzer gemaakt. Maar wij hebben ook ijzer in ons inventaris. Komt goed, working on it. Top. Zo, ik heb 6 iron ore, dus ik weet niet of jij nog wat hebt, dan doe ik het erbij in. Ik heb geen iron ore volgens mij. Nee, ik heb de kool gepakt. Ik heb de ijzer aan jou overgelaten. Oké, nou die ben ik nu aan het... Ja, maar dat is handig. Ik heb de 6. Dus sowieso even een iron pickaxe maken. Ja, sowieso iron pickaxe. En 1 iron sword, sowieso. Je moet er iets hebben wat in ieder geval goed verdedigbaar is. Ja, wellicht zijn shields echt een heel goed idee. Oh gut, daar heb ik nog nooit mee gewerkt met sinds die update. Shields is... ik weet wat het is, maar... Ja, maar ik bedoel qua recept. Het is 6 hout in een U-vorm. Met... of nou eigenlijk in een V-vorm. Met een ijzer in het midden. Oké. Dat zou moeten zijn. Ik zal trouwens mijn F3 een keer uitzetten. Dat is echt heel vervelend dat de coördinaten telkens in beeld staan. Zo. En hout, is dat planks of gewoon... Ja, planks. Even kijken, zal ik er eentje maken? Ja, is goed. Dus een boot. Nee, echt een face, zeg maar, moet je maken. Zo, ik ben al een flink eind onderweg naar beneden. Ik zit nu al... Het zal wel mijlen. Ik denk dat ik heel wat verkeerds doe. Anders dan doe je eventjes vlug een alt-tapje. Dat je even kijkt op de Minecraft Wiki. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook nog nooit één daadwerkelijk gemaakt. Nee, ik heb het nog nooit gebruikt. Ik moet zeggen dat ik nog steeds vaak zeg maar probeer te blokken met mijn zwaard, maar dat werkt niet meer. Nee, inderdaad. Heel lastig soms met creepers. Oh, shield ja, Minecraft. Zo, oops, oké. Oh, ik zie het al. Ja? Ja, het is logisch hè, als je het bekijkt. Als je het bekijkt, is dat het logisch. Yes! Okay. Zal ik er 2 maken? Ja, want ik vind nu net wat ijzer, dus we kunnen wel wat ijzer spenderen. Nice. Ik hoor hier ook een grot trouwens. Ik hoor continu spinnen om me heen. Zo. Oh jee, ik hou niet van spinnen. Nee, ik ben er ook niet dol op. Het is maar goed dat Brent niet meedoet. Nee, inderdaad. Oh, dat was mijn ijzeren pickaxe. Dus ik moet weer terug omhoog. En hier beneden heb ik nog wat ijzer gevonden. Dus. Zo, echt waar, ik ben zo bang voor Q-Brawl, hè. Die. Ja, Jelle is echt tryhard. Ik had het eigenlijk stiekem al met Jelle over strategie voordat we begonnen. En de strategie was inderdaad van we bouwen gewoon een toren op spawn. Met, wat zouden we kunnen doen? We zouden dan lava dispensers en TNT dispensers maken.
Dat was zeg maar het idee. En Jelle en ik weten allebei hoe je dat heel makkelijk, heel snel kan doen. Dus ja, daar was ik wel een beetje bang voor. Als ik bij Jelle in het team zou zitten, dan gaat het snel mis. Ja, maar ja, Jelle zal het ook niet zo snel doen, want die zat ook dus met jou besproken. Ja, maar hij gaat het waarschijnlijk wel even doen. Ik voel hem. Ik gooi heel eventjes de schep gooi ik hierin. De wooden hoe heb ik in principe ook niet nodig, dus gooi ik hier ook in. En de stone sword gooi ik hier even in. Nou, dat kan het tegenwoordig allemaal als... Dat kun je allemaal als fuel gebruiken. Dat is ook wel logisch op zich. Ja. Zo. Keurig. Ik heb trouwens een shield voor je. Top, je bent geweldig. Ik heb hier een zwaard voor jou. Oh. Kijk, eerlijk oversteken. En wat sticks en wat andere shit. Nice, ik ga even... Kan ik daar gewoon wat van craften? Ja hoor, leef je uit. Dus als je inderdaad een schep nodig hebt of een pickaxe, dan doe je ding. Doe je ding vandaag. Woep. Even kijken. Zo. Ja, ik maak in ieder geval wel een sword. You never know. Ik geef de ijzer geef ik aan jou. Dan ga ik verder met graven. Oh, ik heb 2 zwaarden. Super handig, Chantal. Dan heb ik mijn zwaard niet meegenomen. Nee, ik heb net eentje gecraft, per ongeluk. Ach, gooi er maar eentje naar beneden. Kan ik vast wel gebruiken. Thanks. Kijk je af en toe even naar buiten of het dag is? Ja, het is als het donker. Dat ik weet niet wat. Trouwens, het is wel handig dat je 1 laag had. Want dan kan de creeper je ook niet zien. Of... Nee, inderdaad. Maar als je die wel ziet, dan is het boom. Over nagedacht. Hey, kijk eens wat Job doet. Oh, ik heb de grot gevonden. Hier beneden. Ik hoop dat het een beetje veilig is, want we zitten dus inderdaad op ultra hardcore en ik heb al een half hartje schade. Waarschijnlijk van een keer fall damage. Nee, je moet even eten. Oh, je regent. Oh, kut. Je regent dus niet. Nee, dat is het punt. Oh, damn. Dat vergeet ik elke keer. Even kijken. Ik heb een zwaard. Ik heb een stone axe. Ik heb een stone shovel. En ik heb nog een wooden pickaxe. Zo, daar heb ik geen zak aan. Nee, wooden pickaxe gewoon weggooien. Of als fuel gebruiken. Zo, ik heb hier wat coal. Deze grot is best groot eigenlijk. Mm-hmm. Oké, Jan, ik heb 15 iron. Gaan we die benutten nu? Ja. Wat gaan we ermee doen? De beste armor die je kan maken is pants en shoes. Dat geeft op de korte termijn de beste protection. Oké, dus zal ik 2 paar schoenen maken? 2 paar schoenen inderdaad. Oké. 1 van stof en 1 van leer. Hier leg ik mijn zakdoekje neer. Even stof en even leer. Oh, je bedoelt... Ja. Wat voor iron shoes, toch? 2 paar schoenen heb ik aangedaan. Ja, inderdaad, ijzeren schoenen. Ja, zeg maar even duidelijk, anders speel ik ongeluk. Ja. Maar dan kan ik nog... En wat nog meer? Daarna zijn broeken het meest effectief. Oké, maar ik zou 1 broek kunnen maken nu, want ik heb nog 7... Oké, dan bewaren we het eventjes. Heb je al een ijzeren pickaxe gemaakt? Nee. Dan is dat prioriteit nummer 1 nu. Oké, ik trek die broeken zo nog niet aan. Die kunnen we misschien op het laatste moment gebruiken. Ja. Wat ook echt ontzettend goed is als we straks in de battle zitten. Bucket of lava. Ja. Gewoon we moeten gewoon fucking veel iron vinden. Ja. Ik kom eraan. Ik vind hier heel wat kool. Ik pak ik ben echt benieuwd waar die border is. Ik, straks is die al... Nou, we zijn er best eind vooruit gerend. Dus ik denk dat we wel even spelen. Het wordt trouwens licht nu. Oké, top. Dan gaan we uit deze cave gaan we verder over het land totdat we bij spawn zijn. Oké, ik maak even alles kapot. Ik kom weer omhoog. Ik heb heel wat kool. Ik zit even te spieken of hier nog wat ijzer is wat ik 1, 2, 3 vlug kan pakken. Ik schrik me rot. Ik doe die dirt kapot maken. Er staat er een keer schaap voor mijn gezicht. Oh, gelukkig. Niet een nee, ik schrok. Ik heb een goeie dag. Oké, ik heb nog een beetje ijzer wat ik even vlug kan pakken. Dan kunnen we op zijn minst wat buckets maken. Want een bucket lava is toch echt, weer. Zeg maar... Okay. Een lava bucket is wel echt een supergoed wapen. Ik heb er weer een furnace in gezet. Dus, is dat trouwens dus de nieuwe update dat je wooden tools ook als
Nee, dat kan al heel lang. Oh my god, dus dat is echt een hele domme vraag dus. Nou, dat geeft niks. Oké. Okay. Krijg ook een dom antwoord, hè? Zo werkt dat. Tja, ach. Boeiend. Eén ding weet ik wel, de meeste mensen die gaan dus naar spawn toe en die zijn al half dood. Want niemand gaat naar de Nether om potions te brouwen. En niemand heeft genoeg goud om golden apples te maken, denk ik. Nou. Goed, ik heb nog 15... Zo, 15 ijzer. Oh, nee! Jelle heeft uiteraard al jongen, diamond. Jongen. Cheater. Dat moet ook gewoon wel. God, het is... Het is, ja, typisch hoor. Goed. Ik zie de borden nog niet, dus we zitten nog veilig. Ik ga even waar kijken. Waar gaan we vandaan eigenlijk? Die kant, hè? Ja, als we deze kant op lopen, dat is zeg maar als je F3 doet, is het precies tussen het rode en het blauwe streepje in. Die kant moeten we op. Rode en blauwe streepje? Ja, als je F3 doet, dan verandert je cursor in een grafiek, zeg maar. Oh ja. Het is, en het is dus waar groen naartoe wijst en dan tussen blauw en rood. Die kant moeten we oplopen. Oh, maar dan moet het zeg maar evenredig zijn, zeg maar, blauw en rood. Nou, een soort van, ja. Ja, ongeveer. Dus dat is deze kant op, als ik het goed heb. Ik kan twee buckets maken en dan heb ik de crafting table even nodig. Oh, excuus. En zodra je lava ziet, dan is het verstandig om dat op te pakken. Zo, alsjeblieft. Ja. Nou, het laatste beetje ijzer, dat is nog aan het koken. Daar zullen we even op moeten wachten. Oh, dan kunnen we eventueel ijzeren zwaarder maken. Want alles bij, is beter dan een stenen zwaard. Bij span is wel lava, maar ja, goed. Ja, we komen ongetwijfeld nog wel wat tegen onderweg. En anders moeten we gaan caven. Ik zie, even kijken, hoeveel eten heb jij nog bij je? Ik heb nog 3 steaks. En okay. Ik heb nog geen honger. Voor de zekerheid. Mochten we ook verdwaald raken. Oké, top. Want ik zie daar nog wel varkens en zo, maar ik weet niet... Heb jij nog wat... Oh, ik heb zelf nog wel wat sticks. Zo. Ik maak even 2 ijzeren zwaarden. Kun je stenen zwaard weggooien. Dat is 1 voor jou. En 1 voor mij. Ja, maar waarom zou je het weggooien? Ja oké. Okay. Stel je voor je armor sword die breekt. Ja, oké. Okay. Dan heb je altijd nog je stenen zwaard. Ja. Wel een slechtere, maar het is een backup. Het is zeker een backup. Ja, top. Even zien, ik heb zand, gravel en dirt en planks. Ik heb 3 ladder, maar daar hebben we eigenlijk heel weinig aan. Ik heb 6 ladder, dus misschien hebben we dat nog kunnen combineren. Seed gooi ik weg, want we gaan echt niet farmen. Dat kost veel te veel tijd. We pakken gewoon eten van het land. Ik wou net zeggen, slacht die... Ik heb nog 5... Van schapen krijg je ook vlees, hè? Ja, klopt. Dag. Ik heb nog... hoe heet het? Ik heb nog 5... ijzer. En jij had boots gemaakt, hè? Ik had 2 paar boots gemaakt. En ik heb 1 pants gemaakt. Heb je trouwens de furnace meegenomen? Zal ik meenemen, ja. En dat is wel chill dat je van schapen trouwens ook... Ja, heerlijk. Check, furnace mee. We gaan die kant op. Richting spawn. Yes. En we houden nog eventjes... Oh, mijn saturation is op, want ik zie mijn hunger bar af en toe even trillen, zeg maar. Dus vanaf nu krijgen we ook daadwerkelijk honger. Echt? Ja. Waar ben je trouwens? Ik ben het bos ingelopen. Oké, dat is een breed begrip. Ik zie je naam. Ik kom wel op jou af. Sorry, ik was nog even een paar... Hier ben ik. Oh ja, hallo. We moeten dus deze kant op. Oh, trouwens, ik moet nog even mijn shield pakken. Zo. Ja, shield in je... Hoe blok je hem dan? Oh, zo wel. Ja. Zoals je normaal ook blokte. Ja hoor. Hij blokt ook wel een stuk van mijn gezicht. Ja, klopt. Shields zijn echt heel erg groot. Ze nemen echt je hele gezichtsveld in. Maar ja, daar moeten we het maar mee doen. Alles wat vlees oplevert, zoals varkens, onderweg gewoon vermoorden. Hupsakee. Hupsakee. Oh, pas op dat we elkaar niet slaan. Ja, ik vind die shield echt irritant hoor. Sorry, maar ik doe hem nog even. Ja, snap ik. Ik meen nog even wat hout mee. Sorry, varken. Ah, die overleeft het wel. Nee, die is al dood. Nou ja, niet dus, maar goed. Hij is in de varkenhemel. In de varkentjeshemel.
Ik moet eerlijk zeggen, ondanks dat we er nachtwerk van maken, ik ben wel super blij dat ik morgen vrij heb. Ja, ik ook. Ai, ai, ai. Dat, ik hoor toch gillen in de kamer hiernaast. Dat is echt... die heeft vast iets heel moois gezien net. Oké. We moeten hier... ja, je hoort het gewoon op afstand, hè? Ja. Ik heb Job nog niet gehoord. Oké. Dus dat is nog geen goed teken. Oh shit, het was weer fall damage. Pas op als je van bomen afloopt. Ik pak eventjes een emmertje water voor fall damage. Twee emmertjes water halen. Nou ja, inderdaad, ik wou net voorstellen dat jij hetzelfde deed. Want fall damage is wel degelijk een ding. En je wilt dat gewoon voorkomen. Dus... Bij wie zit Britt ook alweer? Britt zit bij Luc. Ja. Oh, dan snap ik het wel. Zo. Ik heb nog wat koeien. Die lekker stoeien. Kom. Nou, het punt is, van die extra ladder kunnen we dus wel gewoon... hoe heet het? Kunnen ja, we dus wel... gear maken. Oh nee. Armor. Ja. Armor. Zoals een helm. Oké, top. Ik heb 10 ladder, dus daar kan ik eventueel een chestplate van maken. Ik heb ook 5 ijzer... Jij hebt mijn boots, hè? Jeeps. Waar ben je? Goeie slachten. Ben je gebleven? Ik ben... ik zie wat roze. Ja, zeg, anders kijk ik even naar mijn... ja. Maar het is dus al mogelijk om de andere gasten hier te kunnen... Jazeker, als we ze tegenkomen, dan maken we ze ook echt dood. Dan rijg ik samen zwaard. Boots, alstublieft. Oh ja. Excuus. Geeft niks. Dank u. Moet ik het zo aandoen? Ja, want het boots, dat vermindert dus fall damage. Mocht je dat krijgen. Als het een half hartje is, dan pak je boots het op in plaats van jij. Dus dat scheelt. These boots were made for walking. And that's just what they do. Come on and get it. Ba-ba-da-da. En voor falling. Walk all over here. Ba-ba-dam, pam, pam, pa-dam, pam. Yeeha! Ik kan ook een helm maken dus. Als ik dat zou willen. Ik heb trouwens 10 ladder. Okay, ik heb even dus een workbench neerplanten. Oh. Ik heb dus een helm van ijzer. Check. Wat ik dus ga doen is inderdaad mijn ladder verspillen aan een chestplate. En alle overige ijzer die we vinden, dat wordt dan... ja. Oh. Hey! Potver! Tikke okay, me! Oké, ik wist niet dat dat een ding was. Sorry. Ik dacht, nou... Hier is je ladder. Ik wist niet dat als ik mijn crafting table sloopte, dat jij dan niet meer kon craften als je al in het crafting menu zat. Ah ja, nou, weer wat geleerd. Ja, zeker. Monster Hunter, wat is dat van een achievement? Ah, dan ships. Heb je dus een zombie geslacht of een creeper. Oké. Okay. Ik heb 1 leer nodig, dan kan ik armen maken of ja. Een chestplate. Heb je nu leather pants gemaakt of leather hat? Of wat heb je gedaan? Ja, ik heb wel een leather cap gemaakt. Dus ik heb echt nog 1 leer nodig. En dan kan ik... Nou, dan gaan we ongetwijfeld een... Kom maar, koetje. Een paard of een koe vinden. Paard? Oh, ik zie al een koe. Oh, kut. Oh. Ik moet niet springen. Nee, kut, inderdaad. Ik heb een beetje damage. Da-da-da-da-da. Ja, dat is dus het gevaar. Oké, ik ben al een stukje vooruit gegaan. Ik zie jouw naamplaatje even niet meer. Ja, oké, wacht. Ik ben even... Er zit een grote heuvel in het taiga-bos waar ik doorheen loop. Ik ga wel even op die heuvel staan. Sorry, ik zag een koe. Ja. En ik had een tunnelvisie. Ja, snap ik. Ik zie je. Zie je mij ook? Ik sta te springen op de heuvel. Dus moet je iets omhoog kijken. Loop ik de goede kant op? Ja, denk ik. Ik zie nog wel meer koeien trouwens. En ik moet ook nog pants. Het liefst natuurlijk ijzeren pants. Ja, maar ja. Hey, beter. Waar bent u? Ja, jij zegt dat je leer nodig hebt. Dus ik kill er een koe. Hey, ik zie je. Ja, ik vermoord ook een koe hier. Pas op! Oh, ik pas op. Ja. Zo, top. Het wordt weer donker trouwens. Ja, inderdaad. Laten we nog iets verder lopen. Welke kant? Deze kant? Ja. Als je F3 erbij pakt, dan kun je hem zien, hè? De grafiek dinges. Ja, maar dat vind ik wel irritant altijd. Dus ik kan hem even... Ja, ik heb hem ook niet altijd aan, hoor. Want het is super irritant. We moeten even naar vlak land. Ja, inderdaad. We willen niet omhoog komen uit de aarde waar allemaal bomen zijn. Want dat is zeer
makkelijk voor monsters. Ja, het, ik zie overal bomen. Ik heb een idee. Ik heb een heel goed idee. Check. Oh, goed. Ja, check. We gaan het water. Ja, we gaan te water. Doe ik me ergens aan denken. Wat dan? Te land, te zee, te water. Oké. Ja, als we hier nou naar beneden graven. Was zo gevaarlijk, hè, zo naar beneden. Dat is best gevaarlijk, ja. Ik zit even te denken, hoe pakken we dit op? Ik heb nog wel wat zand en wat cobblestone. Ik heb nog 27 cobblestone. Ja, ik maak wel eventjes dit iets breder, zodat we ook daadwerkelijk kunnen zakken. Zodat we gewoon een spiraaltje kunnen maken naar beneden, net als de vorige keer. Ik heb alleen maar 5 dirt, dat is een beetje weinig om... Ja. Heb je graafgereedschap en zo? Ik heb shovel. Dit is niet nodig, we maken gewoon de top, maken we gewoon dicht. Zo, dit graven we gewoon weg en we maken gewoon de top dicht. Ik ben zo benieuwd, hè, wat Job nu doet. Ik ook. Eigenlijk wel. Ik hoop dat hij zo faalt. Ik heb geen dirt meer. Wat ben ik toch lief voor mijn vriend. Heb je nog dirt? Ja. Kun je dat gat even dichtmaken? Top. Ik heb zo. Oh, oké, geweldig. Ik ga weer spiralen. Of wil jij dit keer spiralen? Nee, ga je gang. Doe wat je niet laten kan. Wow, ik had even een seconde lag. Jij dan? Nee, ik niet zozeer. Ga bij mij wel goed. Hupsakee. Oké. Ja, prioriteit is meer ijzer, zodat we onze set full iron kunnen afmaken. Nou, en diamond, als het even kan. Als het even kan, als diamond source. Als ik zie dat hij diamond heeft, dan... Ja, maar... Ging ik mijn binnetjes al in zacht... In alle eerlijkheid, die gaat echt geen 50 diamond of zo bij elkaar sparen voor 2 setjes ijzer. Twee setjes armen bedoel ik. Dat gaat hij echt niet lukken. Ik knijp hem ook, ja. Ik knijp hem ook, maar het is gewoon een pep talk, ja? We hebben het inderdaad over Jelle hier. Ja. Als jij deze aflevering terugkijkt, gaat meer over hem dan over hoe we Minecraft hebben. Nou, echt, hè? Hoi Jelle, als je dit ziet. Jelle, als je dit ziet, je bent een fucking tryhard. Nou ja, daarentegen, ik eigenlijk ook. Dus ik kan je niks kwalijk nemen. Oké, ja, dit is inderdaad een klein gaatje. Ik kom even omhoog. Oh. Waar gaan we helemaal heen? We gaan terug omhoog. Ik heb namelijk wat ijzer gevonden en dan kunnen we onze armor sets afmaken. Oh. Hopelijk. Woep. Woep. Heb jij de... Oh, ik heb een furnace. Check. IJzer, dat is 8. En een coal. Check. Oh, het is hier wel heel krap natuurlijk. Het is enigszins... krappie. Je hebt claustrofobie. Zo, check. Ik heb hier ook nog wat voedsel. Ik gooi het even naar jou. Kom maar op. Ik hou van voedsel. Als jij dat zou kunnen koken, dan ben je... Ja hoor, de vrouw in de keuken. Ik hoor het alweer. Oké, ja. Top. Ik ga geen patriarchische opmerking maken, maar... Oké, ik heb een nieuwe pick nodig. Ik bedoel, ik leg hem nu gewoon voor, hè. Je kan daar een grap over maken. Ja, maar ik weet dat je het opnemen bent, dus ik hou me... Oh, mijn Nederlandstalige publiek kan wel een grapje waarderen, dus... Nou, ga jij je pick maar even opwarmen. Ik ga mijn pick opwarmen. Check, ik had er nog één. Ik heb gewoon al die tijd al 2 pikken gehad. Zal Brit blij mee zijn? Nou ja, er is een goede reden dat we gaan trouwen natuurlijk. Hè? Absoluut. Check. Check. Dubbel check. De penisgrappen zijn weer gemaakt. Ja, sorry jonge kijkers. Nou, voor de jonge kijkers, als je niet weet waar we het over hebben, vraag maar aan je moeder. Of kijk in je broek. Dat is advies, zeg maar. Ik heb ook vrouwelijke jonge kijkers, hè. Oké, ja. Geloof het of niet, ik heb mijn demographics bekeken. En in de leeftijdscategorie van Creamy TV, van de mensen die tussen de 0 en de 12 zijn, is meer dan de helft vrouwelijk. Oh, dat is best wat. Ja. Had ik niet gedacht eigenlijk. Nee, maar over het algemeen, Minecraft is wel een spel wat veel gespeeld wordt door, nou ja, meisjes, vrouwen in ieder geval. Ja,
absoluut. Het is best wel, ja, ik speel het ook. Nou ja. En dat is natuurlijk leidend, ja. Nou ja, ik bedoel, het is niet echt per definitie een mannelijk spel of zo. Het is gewoon overleven. Ik vind hier niet heel veel bijzonders, moet ik zeggen. Ik heb geen ijzer meer gezien. Oké, jammer. Ik weet ook niet of het al licht is. Nou, kijk eens eventjes. Ik kijk even, maar het is nog donker. Oké. Dan wachten we dat gewoon af. Ik heb echt zin om Job aan mijn zwaard te rijgen, zo. Normaal gesproken doen jullie dat andersom, toch? Oké, ik dacht dat het al was afgelopen met de flauwe grappen. Nee, we gaan gewoon door met de, met de seksgrappen, ja. Maar ja, daarentegen, ik bedoel, moderne stelletjes, die veranderen wel eens van rol. Er is helemaal geen schaamte in. Dat kan gewoon. Oh jee. Het is niet alsof ik het over persoonlijke ervaring heb verder. Nee. Dat heb je wel van horen zeggen of zo. Ja, mensen die dat denken, die hebben dat inderdaad van horen zeggen. Die hebben het mij horen zeggen waarschijnlijk een keer. Oh jongens. Dat even terzijde. Ik hoor water. Oh jee. En ik heb redstone gevonden. Nou is redstone niet per se onze eerste zorg. Maar dat betekent wel dat we op diamond level zitten. Jij hebt een ijzeren pickaxe gemaakt. Yep. Dus ik ga hier Heb ik een ijzeren pickaxe gemaakt? Ik heb een stone pickaxe. Maar ik kan wel even een ijzeren maken. Was daar straks de bedoeling, hè? Ja, inderdaad. Maar ja. Dat geeft niks. Ik vind hier nog wat ijzer en wat kool trouwens. Dus ik heb... Dat komt goed. First blood. Rip, nu is Brit alleen. En ik hoor Brit schelden in de andere kamer. Oh, dat is echt mooi. Oké. Nee, Brit is ook dood. Oh. Nee, Brit die... Brit die moet nog door in haar eentje. Oh my god. Echt waar, Luke? What the fuck? Ja, oh jee. A skeleton spawned om ons heen. Ja, daarom zitten wij natuurlijk in een groot gat in de aarde. Ik bedoel, dat helpt wel. Oh. Ja. Ze moesten moven door de wall. Ja, kut. Doe je niks aan. Oké, Brit, succes. Ja, niet. Nou, hey, je kan zeggen wat je wil, maar Brit is best een Minecraft-expertje geworden, hoor. Ja, met een Minecraft-boekje. Ja. Nou, we zullen het zien, hè? Of is het nog wat ijzer? Het is niet veel, maar ik heb nog wat ijzer gevonden. Hier is de mutton. Ik weet niet, ik gebruik steak, dus jij mag de mutton wel pakken. Ik heb zoveel vlees in mijn inventory inmiddels. Zo. Ik heb nog een pickaxe nodig. Oh. Je had de ijzeren gemaakt, hè? Ja, en toen ging... Heb je ook nog twee sticks even... voor me? Twee wat? Twee sticks. Ik heb één. Nieuwe gewone pickaxe maken. Eén stick. Heb je nog hout? Ja, ik ben al aan het craften voor je. Geweldig. Kijk eens. Ah, top. Je bent een heldin. Oh my god, ik dacht echt serieus niet om lullig te doen, maar ik dacht echt dat Luke een van de eerste was die dood zou gaan. Puur omdat Luke doen het echt best zoiets... prima. Luke is echt zoiets van, YOLO! Ja, maar wij doen het best prima eigenlijk. Kijk nog even hoe laat het is door een gaatje te maken in het plafond. Ik ga even vlug wat redstone pakken, mochten we het nodig hebben. Het begint licht te worden. Het begint licht te worden. Dan pak ik heel even vlug redstone en daarna gaan we naar boven. Het is licht. Oké, ik heb geen diamonds gezien. Weet je wat? Fuck it, ik kom weer boven. Pak de furnace weghalen al? Ja, haal maar weg. IJzer is bijna klaar volgens mij. Ik heb 10 iron in mijn inventory. Oké, mag ik van jou een broek? Dat is het enige dat ik nog moet. Ik heb een leather chest gelegd. Ja, wil je de broek aan in huis? Nou, ja. Oké, wacht. Als jij dat voor mij wil doen, dan heel graag. Nou, Britt heeft nog wel lol in de eentje. Ja, inderdaad. Hoppa. Thanks. Yeah. Dan ben ik voldoende
voldoende beschermd voor nu, totdat we ijzeren genoeg hebben voor... Ja, ik heb nog drie iron ingots. Drie iron. Het zou wel fijn zijn als ik ook misschien nog een iron helm, maar ik weet niet of dat echt... Ja, je bent al beter beschermd natuurlijk. Ja, iron helm is wel beter dan leather. Dat scheelt echt één. Dus daar hebben we nog twee iron ingots voor nodig, sowieso. Ja. Nou, let's go. We gaan richting spawn, dat gaan we wel redden overdag, want het is nog 100 bloks. Oh, we gaan voor. Dus we moeten nu wel attent zijn, want we kunnen dus nu spelers tegenkomen. We zitten binnen 100 bloks van spawn. Ik heb een iron sword vast. Iron sword in de aanslag en je shield. Yes, got it. Mochten wij mensen zien, gelijk in shift modus en achter een boom verstoppen. Want, zolang je shift ingedrukt houdt, kunnen ze ons niet zien. Ja, dat trucje kende ik al. Maar ja, een ander waarschijnlijk ook. Oh, ik zie de spawn. Ja? Ik zie de spawn, ja. Hij vliegt daar. Daar zijn we begonnen. Dus shiften vanaf nu. Ja, kan niet altijd. Af en toe moet ik hem even... Snap ik. Maar zoveel mogelijk. Ik wil namelijk... Mocht het lukken, wil ik andere spelers besluipen. Ja, hij is in de rust steken. Jan, ik... Het loopt een beetje erg snel voor mij. Ik raak je kwijt. Oh, ik zie je nog. Ik denk niet dat hier mensen op spawn zijn. Maar wat is de bedoeling? Dat we op spawn komen? Of? Nou, de wall die wordt dus binnen 2 uur wordt die zo belachelijk klein dat iedereen hier moet zijn. Ik zie trouwens... Oh nee, leek zo. Ik dacht even creeper te zien. Oké, maar ja... Luke is dus al dood en die kan ons nu zien op spawn. En wat Luke dus ook kan doen is praten met Brit. Ja, Luke is een klootzak. Ja, maar Luke die kan dus verklappen dat wij hier al zijn. En dat vind ik op zich wel een beetje eerlijk. Als je je teamgenoten kunt assisteren, dat is oké, vind ik. Dat zal wel aan mij liggen. Wat kunnen we het beste doen? We kunnen... Ja, wat we het beste kunnen doen is hier inderdaad een nieuwe mijn maken. Of terug naar die oude, want dat is niet zo heel ver weg hier vandaan. Ja, maar die vind ik wel een beetje... Ja, zeg het maar. Ja, want de wal wordt steeds kleiner en kleiner. Dan kan je beter hier gaan zitten, hoor. Ja, inderdaad. Weet je wat? We gaan hier gewoon de grond in graven. Gewoon een standaard mijn, zoals ik die... Ja, maar dan moet je wel even dichtmaken, hè? Ja, inderdaad. Als jij achter me aankomt... Ja, maar ik heb geen dirt. Oh, wacht even. 4 stuks nog. Hier is 16 dirt. Oh, wacht even. Maken we hier even een kamertje van 3x3x3? Moeten wel wat dieper zitten, anders zien ze onze naam gelijk onder de grond. Ja, maar dat gaan ze sowieso wel zien. Oh, ik zie namen. Shift. Ik zie meerdere namen. Shift, inderdaad. Ik zie... een lange naam op spawn, maar ik zie daar ook een naam... Dat kan Haggis zijn. Haggis heeft een lange naam. Nee, het is... Ik denk dat... ik zie iemand over de berg heen komen. En die is alleen. Die kunnen we nu ambushen en doodmaken. Zie je welke ik bedoel? Als je deze kant op kijkt, waar ik naartoe kijk. Een heel klein naampje. Ja, die is heel klein, maar die is aardig weg. En die lange naam, die is net... Die is voor mij... Ja, maar dat is natuurlijk Luke, die op spawn zit. Ik zeg wacht, ik zie een blauwe. En dan komt jouw kant op. Of onze kant op. Ja, inderdaad. Oh, er is echt een jaardog. 25. Ja, die moet even op spawn gaan zitten eigenlijk. Zodat die... Maar er is dus een kleinere nickname. Volg je mij? Nee, want ik was te kijken. Oh, sorry. We gaan, ik ga shiften en ik ga langzaam die kant op. En die persoon, die gaan we gewoon afmaken. Waar ben je? Oh, shit, ik zie al wie het is. Waar ben je? Ah, yes! Yes! Oh, Brit. Dat was Brit. Oké, zullen we even gauw even dat ding induiken? Oh, hier. Hé, niet doorspelen. Fuck. Luke speelt gewoon door. Nee, wacht dat even. Mag niet. Dat nee, mag Luke, niet. Dat vind ik echt niet cool. Ze moeten op spawn gaan zitten. Dat vind ik echt niet tof. Ah, ik ben wel flink wat health kwijtgeraakt. Luke speelt gewoon door. Oké. Ik heb in ieder geval... Oké. Luke, kappen met spelen. Want anders... klopt die shit niet meer.
Maar ik vind het niet zo leuk dat jij nu zeg maar minder helft hebt door Luc, terwijl hij af was, zeg maar. Ah, dat geeft niks, dat overleef ik wel. Ja. Goed. Hier ja, dat is door Luc. Eigen schuld? Niks eigen schuld, hij kwam met mij af. Maar goed, maakt er verder niet uit. Als zij nou even inderdaad op spawn gaan zitten, dan don't touch my teammates is een excuus. Nou, goed geregeld. Fijn dat we de regels ook even uitgelegd hebben. Goed. Ik moet gewoon even zorgen dat ik een golden apple krijg. Iron, iron! Ja, ik heb ook wat iron hier. In een cave. En een kool kom ik hier tegen. Ja, ik heb hier gewoon een natural cave bij spawn. Zij zijn dus echt gewoon, net als wij, gewoon keihard gaan sprinten naar spawn. En dat is gewoon een goede strategie. Maar we moeten nu dus wel extra shifty zijn, hè? Dat je het even weet, Chantal. Want ze weten dus dat wij elkaar al gezien hebben. De andere teams. Dus ze denken ongetwijfeld dat we bij spawn zijn. Wat we ook zijn. Ja, en dat klopt ook. Dus we moeten echt heel erg shifty zijn. Zoveel mogelijk shifty. En om je heen blijven kijken. Nou, ik zie tot nu toe alleen maar steen en kool. Om me heen. Ik zie geen namen of zo meer. Ik denk ook dat ik te diep zit. Trouwens, ik weet niet eens waar jij bent. Dus dat was wel handig. Sorry, wat zei je? Ik weet niet precies waar jij bent. En ik weet niet of het handig is als ik ben in een grot bij spawn. Heb jij een naamplaatje open? Ben je aan het shiften? Ja, ik zie al iemand anders lopen, dus ik ben nog even aan het shiften. Ik zie ook iemand anders lopen. Oh, ik zie hier ook Brit. Ik vind dat heel erg verwarrend, moet ik zeggen. Ja. Dat je dode mensen ziet. Kunnen ze niet gewoon even in een hokje blijven? Als ze nou inderdaad Game Mode 3 doen, dan verdwijnen ze van de map en dan kunnen ze spectaten. Ja, want zodra ik een naam zie, dan ga ik een shift mode en dan ben ik op mijn hoede. Nou ja, precies. Terwijl dat niet nodig is. Oh, dat is wel kut als je af bent, zeg maar. Ja. Ik zie twee lui lopen. Maar ik denk dus inderdaad dat dat Brit en Luc zijn. Ja, dat is dus het kut, hè? Ja. Ja, ik ben zeg maar wat we hebben gemaakt, zeg maar. Ja, het is Luc inderdaad. Luc is gewoon nog steeds aan het spelen. Sorry, ik had mijn caps nog aanstaan. Duidelijk. Even zien hoor. Ik ga even kijken of ik dat kan forceren. Game mode 3 Irradiador. En game mode 2 is dat dan. Denk ik. Trouwens, dit is Radia. Spectator Irradiador. En game mode Spectator Wit. Oeh, Job is boos. Ik kan Wit niet vinden in de lijst. Het is offline. Als is al offline, oké. Okay. Nou ja, niks meer aan doen. Wij gaan verder. Wij hebben spawn op dit moment. En wij zijn de king of the hill. Dus wij zijn prime targets. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Iedereen wil ons dood hebben. Ik voel hem. Zal ik even hier onderin waar ik ben even furnace neerzetten en... Ja, ik weet niet waar je bent echter. Je weet waar we net hebben gegraven, toch? Dat ja. Pad? Nou, dat pad graaf volg je gewoon naar beneden. Ik heb hem dat verder... Dat was bij het meertje. Ja. Maar als het goed is, is er misschien nog wel dirt, zeg maar, waarbij ik weer dirt neer heb gelegd. Ja, ik kan het dus even niet terugvinden, precies. Ja, ik kan wel even naar boven lopen. Als je wil. Maar dan ga ik even niet in spectator mode. Nee, natuurlijk niet. Oh, ik zie iets rood. Creamy clown. Oké, okay, ja, blijf. Ja, je bent warm. Oh ja, ik zie je. Oh ja, god. Thanks. Oké.
Maar in ieder geval, het valt natuurlijk wel op, hè? Want als je draait een blokje neer, dan wordt het geen grassblok, maar een dirtblok. Ja, maar dat moet even groeien, inderdaad. Oké. Top. Wij hebben een base. Oké, cool. Ik heb een appel. Ik heb alleen nog maar wat goud nodig en dan kan ik weer healen. En... Ik heb geen goud. Spijt me. Nee, nog niet. Maar we gaan graven. We gaan diep graven. In de tussentijd, ik moet echt heel even heel nodig naar de wc nu. Dus, nou, ga maar. Ik ben zo terug. Oké, top. Dus ik heb keihard gepist. En nu kunnen we eindelijk verder. Ja, in de tussentijd heb ik mijzelf een iron helmet gemaakt. Dus ik heb nog één top. Iron ingot over. Ik hoef alleen nog mijn ijzer voor een chestplate en jij ook. Dus ja, we staan gelijk wat ijzer betreft. We hebben allebei een ijzeren zwaard, check. Ja. Ja, daar kunnen we nu alleen voor de time being. Kunnen we dus gewoon gaan graven naar diamonds. En we hebben nog een uur, hè? Dus we kunnen vanuit hier wel... Precies, dus wat ik ga doen... Zitten we? We zitten op 46 nu. Ja, we gaan gewoon een spiraal naar beneden maken. Oké, okay, zullen we dit nog beter afschermen of zo, een of andere manier? Dat als ze onze ingang vinden met dirt... Nee, ik denk niet dat het nodig is. En bovendien, als ze ons willen vinden, dan gaan ze naar alle waarschijnlijkheid toch gewoon recht naar beneden graven bij onze namen. Dus we hoeven dat niet per se... Mooist is dan dat we lava vinden. Ja, als we een bucket of lava hebben, dan kunnen we wel heel makkelijk battles winnen als we op hogere grond staan. En dat is dus nu de strategie eigenlijk. Grond vinden en lava. Zal ik de furnaces meenemen die hier staan? Mag, hoeft niet per se. We kunnen natuurlijk met de oneindig veel cobblestone die we hebben meer furnaces maken. True that. En ja, oké. Okay. Hoeveel hout hebben wij op ons Ja, dus ik net aan te kijken. Ik heb nog 4 planks en 4 logs. Dat schiet niet echt heel erg op. We nee, moeten misschien en nog durf... wat meer tools maken en een chest misschien. Ik durf nou niet echt in deze regio echt naar boven te gaan in mijn uppie. Ik weet niet of dat... Ik ben al aan het spiralen naar beneden. I see. We zitten wel dicht bij span, gezien de coördinaten. Ja. Zolang we onder de 100 zijn, wat betreft de coördinaten, kunnen we niet door de wol geraakt worden. En dat zitten we. Dus dat is alleen maar goed. Tot waar gaat, tot de 100 gaat die wall? 100, ja. Dus we kunnen in ieder geval niet suffocaten in een wall? Nee, inderdaad. Wij zitten veilig wat betreft de wall. Trouwens, zal ik even boven even wat meer... ik heb ook nog 19 sticks. Oké, nou... Maar er ligt hier nog allemaal kool, dus even torches maken of zo. Ja, ik zit wel goed wat torches betreft. Ik heb nog 24. Dat is ik heb er 5. Kijk, ik ga er eigenlijk vanuit, hè, dat is misschien een beetje een vooroordeel, maar ik ga er eigenlijk vanuit dat Cuberol op dit moment een tunnel aan het graven is naar spawn. In plaats van overworld naar spawn te gaan. Ik weet niet, dan gaat hij vliegend, geloof ik het nog. Ik hoor lava. Oké, wees op je hoede, valt er niet in. Nee, ik heb een bucket of lava op mijn hotbar. Bucket of water, sorry, op mijn hotbar. Oh, ik zie de lava. Oh boy. Oké, ik ga er eventjes omheen werken. Want we moeten natuurlijk ook overleven. Dat is misschien ook wel een dingetje. Ik zit even elke keer om boven te kijken of ik niemand of wat zie. Ja, maar ik heb natuurlijk nog water in mijn bucket zitten. Ja, ik ook. Hier is dus een lava pool. Dus pas daarvoor op. Ja. Hoe hoog zitten we? We zitten op level 12. Dus dit is diamond level. Dus we kunnen nice. Maar meestal als je lava ziet ondergrond, dan is het toch ook... Ja, niet altijd, maar meestal wel. Dat klopt. Ik doe hier even 2 gangen breed, hoor. Even wat veiliger voor mijn gevoel. Best. We kunnen lava of water kunnen we hier wel dumpen eventueel. Gewoon ja, wacht. Te maken. Zo. Mag ik ook? Oh. Kut. Wat je natuurlijk ook kan doen, als je van lava, van water af wil, is gewoon... gewoon water op de grond gooien, dan een blokje eroverheen. Dan ben je het ook kwijt. Ja, ik zit kijken waar. Sorry. Oh, dat is donker. Ik kon hem even leggen. Hey. Nou, ik maak hier in ieder geval gewoon eventjes een strip mine. Hopen dat we wat diamonds tegenkomen voor zwaarden.
En hopen dat we het goud tegenkomen voor een appel, zodat ik weer op volledige health kan komen. Ja, een beetje leem trouwens. Ach, het is gebeurd, klaar. Ja. Dat maar je hebt dan wel een, zeg maar, een oneerlijke achterstand, zeg maar. Nou ja. Zo zie ik het niet. Ik zie het als een eerlijke uitdaging. Ik zie hier goud. Ja, en ik zie hier allemaal iron. Ja. 4, 5. Ik heb genoeg. 6, 7. 8 goud heb ik. Dus dat ga ik zeker te weten even omsmelten. Ik heb nu 6 iron ore. Hoeveel ingots heb je nodig om een chestplate te maken? Nee, 8. Voor hip. Nou, ik heb in ieder geval wat goud, dus ik ga hier heel eventjes een furnace area maken. Heb jij de crafting table? Ik heb ook 5 pumpkins trouwens. Ja. Ik weet bij god niet hoe ik eraan kom. Oh, die heb ik van Brit gejat natuurlijk. Hier, wacht even. Top. Anders voelt hij wel heel krap aan. Ja, nee, inderdaad. Ik ga heel even gauw checken of de hond is waar ik denk dat hij is. Is goed. Zo, ondertussen ga ik eventjes deze gold ores smelten. Dat gaan we namelijk nodig hebben. Ik heb de golden apple nodig om weer op volledige health te komen. Ik heb ook een wooden sword, heel veel wooden dingen. Die wooden dingen kunnen in principe weg voor stone dingen. Dus deze heb ik niet nodig. Deze heb ik niet nodig. Een flint en steel zou misschien handig zijn om vijanden te knallen. Zo. Ik kon niet te veel kijken. Want anders zie ik te veel wat je opdoet. Ik heb niet gekeken. Vind ik niet leuk. Nee, precies. Slim. Maar ja, vind ik ook niet eerlijk. Nee. Ja, ik ben dus wat goud aan het maken. Hoe zit jij met je health? Volledig. Alleen mijn laatste hartje is gebroken. Alleen je laatste hartje is gebroken? Ja. Okay. Dan is het dus geen bezwaar als ik de appel opeet? Nee hoor. Geniet ervan. Ga ik doen ook. Dus 2 hartjes erbij. Dan zit ik ook weer even hoog als jij. Nou, dat is niet waar trouwens. Dan zit ik op 1,5 hartje verschil. Maar goed, het zij zo. Ja, ik heb nog wat vlees. Ik heb nog sticks. Ik heb heel wat sticks kunnen maken, want Brit die had hout gedropt. Oh, dus Brit, vandaag. Je bent een schat. Dankjewel. Ja. Ik heb nog 1 leather. Ik weet niet of je daar nog behoefte aan hebt. Nee, we hebben al leather gear. Ik hè? Heb dus 3 leather, weg. Nee. Leather kan weg. Check. Het liefst zou ik nog even van een iron chestplate willen hebben. Ja, wij allemaal. Daar heb ik nog 1 iron ingot voor nodig. Ik heb 12 iron in de oven op dit moment. Oh, nice. Gooi ik die andere er ook even bij. Zo. Ja. Kunnen we allebei een iron chestplate maken, volgens mij. Ja. Oké, appel met 8 gold wordt uiteraard golden apple. Dan gaan we nom nom nom. Yay! Wordt een beetje paard. Ja. Dat moet hem zijn, inderdaad. Ik heb ook nog absorption. Misschien is dit niet de beste tijd om de appel te nuttigen. Misschien had ik hem beter vlak voor battle kunnen nuttigen. Maar ja. Ja. Jammer dan. Als je alles van tevoren weet. Ja. Nou, wist je ook wel eigenlijk, maar... Ik wist het dan, ik was het vergeten. Ja. Even zien. Dingen zoals granite en diorite en andesite, die gooi ik weg. Ja, ik heb hier ook nog mijn leather cap, heb ik niet meer nodig. Nee, gooi allemaal maar in het gaatje hierachter. Wol. Wat dat betreft, flint en steel. Ik heb een paar flint, dus ik geef jou er ook een. Oh ja. Yeah. En ijzeren krijgen we nu, dus het is misschien... Dat is echt wel handig, dat verwachten velen niet, dat je ze even in de fik zet. Inderdaad, gewoon de hele grond in de fik zetten om ze heen. Dus dat is een goeie. Ik heb nog sticks. Als je wat nodig hebt, ik geef je er vast een paar. Even kijken, ik heb pumpkin. Dan kun je daar tools van maken. En de side, grey wool. Ik maak gewoon nog even wat pickaxes, gewoon omdat het kan. Niet omdat het moet. Maar omdat het kan. Juist. Zal ik mijn ladder, flikker ik ook wel weg trouwens. Ja, ladder hebben we niks meer aan. Er is geen enkel recept waar ik... Dirt hou ik nog wel, want dan kun je er misschien nog een keer wat dichtbouwen. En cobblestone hou ik ook en mijn hout hou ik ook. Trouwens, ik heb ook sand. Sand is trouwens ook wel handig. Als iemand onder je is, kun je hem laten stikken. Ja, oh, hier is nog meer goud trouwens. Dus als we nog een appel willen maken... Oh, dit is best veel goud ook. Check. Ik gooi hier het water even neer, zodat als er lava komt... Hey, als we nou zo meteen zeg maar, die armen hebben gemaakt... Ja. Of tenminste de dingen, is misschien even handig, want mijn iron pickaxe, ook trouwens de stone pickaxe,
Ik heb niet eens een iron pickaxe. Wat vind je daarvan? Nee, ik heb er ook maar één. Maar dat is echt alleen om de oorstermijnen die we nodig hebben. Ja, maar als we toch al de armor al hebben. Ik heb in ieder geval één armor chestplate nu. Check. Ik heb, denk ik, genoeg ijzer voor eventueel nog een appel. Nice. Ijzer? Ja. Of goud, sorry. Ik heb nog 8 goud, dus ja, genoeg voor nog een appel. Zal ik even een andere furnace erbij maken? Ja, mag. Ik bedoel, genoeg kobbel om weer het bij te halen. Ja. Wat doen we? Hier. Ik hoor je nu wel heel erg hard in de... Wat? Ze zijn aan het enchanten daar. Fucking hell. Trouwens, hoor je me nog steeds zo hard? Want dan kan het een ventilator zijn. Nou, het is echt, zeg maar, af en toe dan hoor ik een keer... Ja, dat ligt denk ik aan die headset. Ik kan er niks aan doen. Nou, ik heb er niet bewogen of wat dan ook. Dan houdt het op. Nou, maakt niet uit. Ja, ik heb ook nog wat beef. Dat ga ik nog eventjes in de oven gooien zodra deze ijzer klaar is. Dan kan ik ook nog een chestplate maken. Dan hebben we allebei een chestplate. Vol ijzer hebben we dan. Check. Vol ijzer. Ik gooi de ladder gooi ik weg. Zo, ik had nog wel mijn skin veranderd ook voor deze competitie. Ik weet niet of jullie dat gezien hadden. Ik zal hem even laten zien. Dit is mijn survival skin. Sexy of niet? Oh, daarom op Britt hem ook al anders. Ja, Britt die had dus inderdaad de verscheurde bikini skin. Met bloed. Met bloed, ja. Oké, ik heb dus... Oh ja, dat is steak. Leef je uit. Hier is nog wat goud. Hebben we een appel? Nee. Oké, dan moeten we misschien toch naar de overworld om te jagen. Ga jij over? Moet ik hier blijven? Wat is de bedoeling? Heb jij al een bucket met lava? Ik heb zeker een bucket met lava. Zal ik ook anders proberen obsidian te minen hier? Mochten wij nog 2 diamonds vinden? Dan heb je dus diamond nodig, inderdaad. Ik ga naar de overworld kijken of... Shit, ik heb natuurlijk mijn bucket met water... Niet meer. En ik ook niet meer. Jij zou, als je toch naar de overworld gaat, even bukken met water kunnen maken. Dat kan ik doen. Ik geef jou het goud, mocht je het nodig hebben voor een appel. Alhoewel, ik ben nog steeds degene die het meest nodig heeft. Ik heb 1,5 hartje minder. Ja, maar je kunt een beetje hier achterlaten bij mij dan dat je naar de overworld gaat, gekild wordt en de vijand krijgt hem. Exact. Ik heb wel eventjes een axe nodig. Check. Ja. Ik mine wel even verder. Ik kijk wel even of ik misschien diamond tegenkom. Let op je coördinaten dat je niet voorbij de 100 gaat, want anders dan kunnen we niet... Zitten nu op min 58, daar mag ik niet voorbij. Oh, ik zie... Oh, dat ben jij. Laat maar... Och, mens, naam, maar dat schrik me helemaal de... Ik heb maar een hart voor. Ik zag opeens een naam, want we waren de hele tijd aan het shiften, dus ik zag je naam niet, maar nu wel. Heb je alle iron meegenomen? Ik heb 1 iron meegenomen. Oké, ik heb dus geen iron. Zoals ik diamond vind, dan roep ik je wel. Oh, de iron pickaxe heb je natuurlijk nodig. Ja. Volgens mij zit er nog wat in de oven. Nee, er zit... Alle 2 de ovens is empty. Oké, nou dit is 1 ijzer. Dan had je inderdaad beter misschien de iron pickaxe. Weet je wat? Ik gooi hem hier op de trap. Dan moet je eventjes een stukje omhoog lopen. Oké, dit is een lavapool waar ik terecht kom. Oh, hier is nog ijzer, ja. In deze oude base, zeg maar. In de oude gouden base. Ja, maar ik gooi de pickaxe wel even naar beneden, dan kun je hem ophalen. Zo, koekoek. Hij ligt nu op de trap, je bent er vlakbij. Hoor je de storm? Ja, ik hoor hem. There is no shelter from the storm. Team Yellow. Pokémon Go even terzijde. Ik ga even kijken of ik inderdaad een of ik inderdaad hier veilig naar buiten kan. Het is licht, check. Oké. Ik heb natuurlijk geen bucket met water nu. Nee, ik heb hier wel water hierboven, maar ik heb geen bucket. Ik heb alleen een bucket met lava. Ik ga eventjes wat hout hier hakken in de hoop dat er appels vallen, zodat we die kunnen maken voor health. Zodat we allebei met volle health bar kunnen beginnen en de laatste apple dan kunnen eten inderdaad als we een vijand zien. Zodat we die extra 2 punten health hebben.
Ik zit hier trouwens in een cave, dat je het even weet. En ik zie goud. Doe dat heel voorzichtig. Ik zie goud. Goud is nodig. Maar het is wel even risky pisky. Wij zijn best vlug gegaan eigenlijk als je het zo bekijkt. Ik bedoel, wij zijn de enige bewoners van spawn nu. Denk je? Ja, want ik shift hier op de overworld en ik zie echt geen naamplaatjes. Maar ja, daarentegen, misschien is Team Hardcore nu inderdaad al full diamond met enchantments. Ze hebben gewoon een enchantment table kunnen maken. Dus die hebben ongetwijfeld een village geraid. Zodat ze boeken kunnen krijgen of zo. Ja, je kunt altijd tot level 3 enchanten, toch? Of zo, zonder boeken. Ja. Oh, ik heb een appel. Hij heeft een appel, dames en heren. Nog één. Ik heb 2 appels. Dan kunnen we allebei op max health komen. Dus dat is genoeg. Waar is nou onze ingang van de... Van die kutgrot? Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer waar die grotingang was. Ja, bij de boom. Oh, ik heb hem. Check. Ja, bij de boom. Dat is het hele punt. Ik heb die boom weggehakt. Ik heb 2 appels. Dus we kunnen allebei op max health komen. En dan die appel eten voordat we in combat gaan. Zodat we. Kun je trouwens een stone pickaxe gold mijnen? Nee, heb je iron voor nodig. Dan pak ik mijn iron. Sowieso, we hebben wel wat extra iron, dus we kunnen, wanneer we het nodig hebben, echt gewoon iron pickaxes gebruiken. Ik zie daar ook iron aan de overkant. Ik vind het toch wel een beetje riskant om hier te lopen. Zo, ik kom weer naar beneden hoor. Kom jij maar even naar beneden. Ik kom zeker even naar beneden, Chantal. Even kijken. Je hebt hier een beetje dicht gebouwd, zodat het een beetje veilig is. Ja. Slim. Oké. Stel je voor dat je bezoek krijgt van een skeleton. Dat wil je natuurlijk niet. Ja, het is niet helemaal... Het is een beetje veilig, laat ik zo zeggen. Ja. Veilig genoeg. Oh. Tjew. Gezondheid. Nou, die staat op camera. Hupsakee. Redstone gaan we inderdaad niet nodig hebben. Ik heb trouwens... Dit is een ravine. Check. 3 golden ores erbij. Nou, nog één keer. Oh nee, ik hoef geen warm weer meer. Nee, morgen is het al mooi weer. Ik heb geen zin meer in het warme weer. Ik heb jou al het goud gegeven. Ja, hier. Neem maar goud terug voordat ik dood ga. Hier, dus 9 ingot en ik heb zeg maar nog 9 gold ore. Maar heb je ook een bucket met water meegenomen? Nee, ik heb geen bucket water. Oh, surfkip. Ja, zoals ik zei, ik heb een bucket lava en daar, daar hecht ik toch iets meer waarde aan op dit moment. Ja, maar ik dacht misschien konden we dan even obsidian minen. Nee, obsidian in alle eerlijkheid... Toch goud of diamond voor nodig eerst, kut. Ja, daarom. Kut, sorry. Die anderen hebben gewoon allemaal al diamond en... Kunnen jullie ons zien? Nee, jullie zijn spectator. Dus zij kunnen nu inderdaad gewoon meekijken. Ik heb nog 4 goud nodig. Dan kan ik ook een appel voor jou maken. Dan hebben we allebei max health plus 2 op het moment dat we in battle gaan. Wat zeg je? Dat we max 2 wat? Gouden appels. Max health plus 2 inderdaad van gouden appels. Ze staan naast ons. Ja. Ik ga deze kant even opgraven. Even kijken of ik hier inderdaad... Heb jij nog genoeg food? Ik heb 18 steak. Ik red me wel voor de rest van mijn leven. Ja, ik heb nog meer dan jij, dus... Je hebt echt een hele feesttafel, heb jij. Ja, man. Lekker gezellig, beetje vreten. Lekker gezellig. Ik laat zelfs het ijzer laat ik nu zelfs gewoon liggen om te kijken of we goud kunnen vinden. Kun je nagaan. Nou, ik kom het ijzer wel achter je halen. Ik ben gewoon puur op zoek naar het goud. Dat is het enige wat we nu nog, wat ons nu nog kan redden. Waar zie je het ijzer? Oh, hier. En ik blijf maar sneaken de hele tijd. Hot topic. Wat is dat ook alweer?
Dat is een furnace maker. Oh, schrik me rot. Trouwens, ik ga nog even iron omsmelten. Misschien dat ik toch wel even een bucket of water kan krijgen. Ja, als er nu toch in één keer genoeg iron is. Ja, daarom. We kunnen dan een bucket water en een bucket iron bij ons meedragen. Ja, yep, en ik heb in de cave net al... hoe heet dat? Daar ligt inderdaad water. Ja. Af en toe moet ik echt even kijken om mij heen of ik niemand zie. Ja. Even kijken. Ik zit nog goed wat de coördinaten betreft. Check. Ik heb trouwens 15 iron ore. Check. Ik ga nu volgens mij over een lava meer heen. Ja, check. Ja, dat hoor je gauw genoeg. Oh, daar komt iemand aan, of niet? Of was jij dat? Nee, ik shift nog. Maar ik ben niet zo bang. Ah, mijn hart zit in mijn keel. Maar jij was dat. Nee, ik shift nog, zeg ik. Ja. Rustig maar. Sorry, nu blaas ik wel even in de mic. Nee, niet binnenkomen! Waag het niet! Nee, inderdaad, Job. Blijf weg. Weet je, dat is het nadeel van een gamerstelletje zijn. Mensen die kunnen dus gewoon bij je kamer binnenlopen. ik heb hier nog wat ijzer. Ik gooi het gewoon in de oven. Oh, ik moet er steeds bij komen. Ik dacht echt... Chantal, check. Ik heb voor jou een appel. Leef je uit. Ja, yes, lekker. Maar die doet pas wanneer het nodig is. Ja, even zien hoor. We hebben nu dus een pickaxe. We hebben een iron sword. Ja. We hebben een iron pickaxe, mocht het nodig zijn. Ja. We hebben een flint en steel en een bucket of lava en voedsel. Yes, en nu gaan... een golden apple. Dan maken we ook nog even een bucket of water. Ja, we maken of fall een... damage of whatever, als we ergens in een benauwde positie... Ja, bucket of lava, bucket of water. Allebei heb je hotbar. Niet vergeten. Belangrijk. Is hier water in dit ravine? Ik zie wel water, maar dat is ver weg. Aan de rechterkant als je binnenkomt, geloof ik. Ja, dat weet ik, maar dat is ver weg. Ja, nou dat is het. En dat is ook een één source, dus dat schiet ook niet heel erg op. Nou ja, als je wil mag jij die gaan pakken, maar... just saying. Het is cupid dangerous. Ja, yeah, could be very, very good dangerous. Is jou niet fijn zijn als ik, Ook mijn villa's af, ik win. Wauw. Ja, mijn geliefde die probeert mij handsignalen te geven vanuit de andere kamer, maar ik snap haar niet zo goed. Maar je kan ook typen in het spel, dan kan ik het ook lezen. Nou ja, Britt is toch al dood, ze kennen ze bij de kamer. Ik weet niet precies wat Britt bedoelt op dit moment. Maar goed, typ het even in de chat. Of ik wil meekijken. Ja, maar ik kan meekijken op mijn eigen scherm, grapjas. Ja, oké, maar dat is cheaten. Ja. Britt zegt dus inderdaad dat ik even met Britt moet meekijken. Dan kan ik door de muur vliegen en dan kan ik zien waar al het goud zit en shit. Maar dat is dus niet de bedoeling. Nee, Britt. Nee, Britt. Dat is vals spelen, Britt. Ja, oké. Oké, hoe verloopt jouw quest for water? Nou, nog niet zo goed, want ik ben eigenlijk banger dan normaal. Ja, echt, hè? Hoe zitten we op de tijd? Fuck. Iron. Nou, het is 10:50 en volgens mijn berekeningen zijn we om 10:30 begonnen. Ja, dus we hebben nog een klein half uurtje eigenlijk voordat iedereen echt bij spawn moet zijn. Ik ga even omhoog. Oh, trouwens, heb je al tap gedrukt? Cuberl is half dood. Hegges? Wauw, dat valt me mee. Andreas, die leeft nog helemaal. Ja, Andreas leeft nog helemaal. What the fuck, de laatste week en dag. Ja, echt hè? Sorry Andreas als je het ziet. Nou, we hebben dus allebei een beetje schade, maar we hebben een apple binnenkort als ik nog 4 goud heb. 4 goud is alles wat ik nodig heb om weer op full health te zijn. Goud zit daar. Oh, jij ziet het. Oh nee, kut. Het is Armin. Sorry, ik wil je niet blij maken met de dode mus, maar ik deed het wel. Liever dat je me dood maakt met de blije mus. Oh, we hebben hier allemaal
Het is donker, zeg maar. Waar ben je? Ik ga even geen water halen. Ik heb even wat iron of stone nodig om een bruggetje te maken of zo. Wij zijn nog geen enkele diamond tegengekomen. Ik zweer het je straks. Die andere gasten hebben allemaal een diamond sword of zo. Ik zweer het. En nu ook al met enchantment. Ik kan niet eens goed uitspreken. Oké, het is vrij moeilijk om hier bij het water te komen. Dus ik sla het gewoon even over. Het zij zo. Het zijn te veel monsters buiten. Ik hoor ze. Ik hoor ze klauwen aan de muren. Oh. Ik heb trouwens jouw bucket nog. Ja, mag je houden. Ik heb nog een bucket. Oh. Oké, dan hopen we maar gewoon om een onderwaterbron te vinden. Working on it. It's working on it. Ja, dag Job. We hebben nog 6 spelers inderdaad. Het is natuurlijk een optie, hè? Slapen. Dit is echt een eng ravijn, want als je omhoog kijkt, er is gewoon echt ontzettend veel kans dat monsters spawnen en op ons landen. Oh, weet je waar ik nu pas achterkom? Nou. Het geluid van Minecraft, ja? Die komt zeg maar niet in mijn headset, maar die komt zeg maar in mijn speakers. Oké. Dus, en mijn geluid van Skype, die komt zeg maar via de headset. Ja. Handig. Ik dacht, wat hoor ik het toch slecht, mijn omgevingsgeluid. Maar hoor jij mijn omgevingsgeluid goed nu? Ik hoor jouw omgevingsgeluid niet, maar dat is ook de bedoeling. Oké, want ik ben bang als ik het zeg maar in mijn headset doe, dan hoor je het wel. Ja, precies. Ik ga dit water even pakken en er is daar nog meer water. Dat gaan we allebei pakken. Ja, ik, heb het ik had het al een klein beetje dat ik dacht van, ah. Oké. Ik gooi het water hier even op de grond. Ik doe hier wel toortjes plaatsen hoor, want er is allemaal een faggot. Hier ligt nog water. Dan heb jij water en lava, dan heb ik het ook. Yes. Ja, sowieso toortjes plaatsen. Oh ja. Zijn niet mijn vrienden die langskomen dan? En nu hopen dat we hier ook nog gewoon een beetje goud kunnen vinden. Dan zijn we echt voorbereid. Dan hebben we misschien geen diamonds, maar dan zijn we wel echt voorbereid. Ja, je moet wat, hè? Je moet groeien dus, met de riemen die je hebt. Nou, inderdaad. Maar hier is dus helaas helemaal geen flikker. Nee. Oh, er komt een bat, komt eraan. Oh, nasty. Hier is dus niks. Terug die kant op. Fuck. Ja, het is niet mooier dan dat het lijkt. Af en toe even omhoog te kijken of ik namen zie of zo. Ja, inderdaad. Ik moet eigenlijk even plassen. Nou, dat maar nu nog dat. Wel even. Nu is het nog een redelijke dag. Ja, nu kan het nog wel. Oké. Wil je wel even de tunnel inlopen voor het geval dat er een creeper op je hoofd spawnt? Oh! Dat is misschien handig om even te doen. Wellicht. Wellicht. Oké. Maar voor de rest, we zijn aardig goed voorbereid. Ja, ik baal alleen nog even dat we geen diamond hebben. Dat is onze enige... Ja, we hebben geen diamond swords. Dat is echt het nadeel. Ik ga nog even piepie machen. Ja, mag ze maar piepie. Ga ik nog eventjes gewoon branch minen, denk ik. Gewoon even te kijken of we überhaupt nog wat kunnen vinden hier. Ik hoop het wel natuurlijk, want ja, uiteindelijk een paar diamonds zou echt niet erg zijn. En anders misschien wat goud. Goud zou wel enorm helpen, want dan hebben we allebei een golden apple. En dan kunnen we gewoon het gevecht goed beginnen als we een gevecht beginnen. Ik weet dat ik het allemaal nu niet kan horen, maar ik bedoel het feit dat als wij een gevecht beginnen en we spreken allebei één target af, dat zou ook enorm helpen. Maar goed, dat kost ons nog 4 goud in totaal. En dat hebben we nu gewoon net niet.
Ik moet hier eventjes een bocht maken, want ik ga niet de redstone minen. Redstone hebben we echt helemaal geen flikker aan. Ik heb ook geen gunpowder voor TNT, dus dat kan ik wel uit mijn hoofd zetten. Dat was weer één pickaxe. En we gaan verder. Check. En check. Het is misschien niet het leukste om te doen, maar het moet gegraven worden. En hopen dat hier wat zichtbaar goud is. Nee, geen zichtbaar goud. Hier is een cave. En ik zie geen monsters hier, dus dat scheelt. Hopelijk wel wat goud. Kom op, ook al zijn het er maar vier. Een beetje goud. Het zou gewoon echt wel wat lapis, maar daar heb je geen flikker aan. Oh, dat is pink. Gelukkig, ik schrok me dood. Dit is allemaal redstone. Dat is niet wat we zoeken. We hebben geen goud. Geen goud, helaas. Even deze water oppakken en weer terug plaatsen. Check. Dan is het weg. Heb je helemaal niks aan. Oké, hier is nog een gat. Kunnen we verder in kijken. Maar dit is een doodlopend einde. Ja, doodlopend. Check. Oké, even wat meer torches. You. Hey Chantal. Oké, ik heb per ongeluk iets gezien. Heb je per ongeluk iets gezien? Ja, ze hebben enchanted bows. Oh god. Wij hebben niet eens bogen. Nee, die heb ik helemaal niet aangedacht. Wij hebben niet eens string. Je bent nog geen enkele mob tegengekomen ook. Nee, inderdaad. Ik heb hier een cave gevonden met alleen maar lapis en redstone en ijzer. Maar geen diamond, nee, helaas. Oh nee, kut. Als ze hun arrows hebben. Want dat is hem, als je bow hebt moet je ook arrows hebben. Ja, dan moet je dus ook inderdaad flint en feathers. Dus dan moet je kippen voor dood maken. Oh my god. Wie en Job ook alweer samen? Job is samen met Thomas. Oh damn, die kunnen nog wel... Ja, die snappen het wel enigszins. En ik bedoel, Cubral en Haggis, dat is natuurlijk ook... Ik bedoel, Andreas is knettergek. Die gaat echt de meest stomme plannetjes bedenken. Maar dat zijn wel plannetjes die uiteindelijk gaan werken. Dat is kutte. Andreas, je bent kut als je dit ziet. Ja, je bent kut. Met hoofdletter U. Oké, ik ga naar de oppervlakte. Ik denk dat we gewoon nu beter kunnen gaan verdedigen. Ik heb wellicht geen golden apple meer, maar ja. Ja, ik heb wat. Eentje, wacht even. Ik heb, wat heb ik allemaal in mijn hotbar? Even kijken. Lava, water bucket. Ja, ik heb alleen nog maar iron shorts. Ja, onze tactiek is dus wegrennen en alles in de fik zetten. In de hoop dat ze maar een paar schade krijgen. Wij zijn de pyromaantjes. Wij zijn super pyromaantjes. We hebben ook lava, die kunnen we gewoon neergooien. Op het moment dat het te erg wordt. Ja, maar die kun je maar eenmalig gebruiken. Absoluut, ja. Hoe is het met de world border? Want ik zie hier nog niks bijzonders. Ja, ik vroeg net aan Job, maar ik kreeg geen antwoord. Nee. Zo, hoe lang nog? Ik kan natuurlijk ook met eieren gaan gooien. Maar ik weet waar niet ben jij nu? Ik ben boven, onder spawn. Met blokken in de aanslag. Ik loop even een rondje, dan zie je me. Ik vind het niet zo heel fijn om... Om? Alleen naar boven te komen. Ik ben bij spawn. Oh, ik zie wat. Shit, daar zijn ze. Naar beneden, kom. Ja, daar zien ze onze spawn. Fuck, ik ren weg. Oké, nu moet jij dus boven komen en een surprise aanval doen. Echt? Want ik ben naar beneden gevlucht. Want ik zag ze niet. Wie waren het trouwens? Ik denk dat het Jelle en Job zijn. Kut. De twee J's. Ja, de twee J's inderdaad. Ik zet het bos hier in de fik. In de hoop dat ze zoiets hebben van fuck it. Ik zie ze niet. Ze hebben diamond armor. Heel volledig? Nee, niet volledig. Ik wist het gewoon. Stelletje vieze, vuile. Wij zijn geen één diamond tegengekomen. Geen enkele.
Ik zet het bos in de fik en dat is ook niet zo leuk, maar ik zie de namen. Ik zit toch in de cave? Ja, kom alsjeblieft omhoog. Ik heb de backup nodig. Oké, maar kom even naar daar. Nee, ze zijn heel dichtbij. Ah, hey. Ja, Frans, je bent te dik voor die boom. Oh, fijn. Oh, fuck. Het is Jelle. Het is een Jelle. Oké. Okay. Haggis met haggis zie ik. Een Q-brawl. Oh, Haggis is aan het spammen, dus dat scheelt. Oké, ik heb je nodig. Ik heb je heel hard nodig. Ik ben dood. Ja, ik ben dood. God. Kut, dit red ik ook niet meer. Oké, ik ga spectate. Game mode. Spectate. Die hebben ook alles geen chance, jongens. Ja. Chantal, ik ga je uiteraard niet al te veel... Ik had wel eentje vuur gezet. Ja, ik had ook lava op Jelle gebruikt. Maar Jelle die heeft een goede enchant op zijn armen. Ah, kut. Ze leven alle twee nog. Ja, ze leven alle twee nog. Ze doen het echt verdomd goed. Oh, goed bezig. Oh, wauw. Oké. Okay. Wij zijn echt... Iedereen is enchant en diamond en weet ik veel wat. Jelle die heeft ook gewoon extra golden apples. Maar het is ook heel erg mazzel hebben met wat je hebt, hè? Uiteraard, uiteraard. Maar GG, goed gedaan, jongens. Dat is echt fantastisch. Oké, we hebben dus nog Job, Thomas, Jelle en Haggis. dat bos, dat brandt wel even door. Ja, ik heb het hele bos in de fik gezet. Oh, wauw. Oké, dus het is nu echt de kunst van hoe ver Shit, is de wall. Ik had echt Job gewoon een mes in zijn rug willen zetten. Want de wall is er nog niet. De wall is nog best ver weg. Damn, echt ver voor de wall dood gegaan. Ja, de wall is nog zo'n 200 blocks van spawn af. Ik zie wel dat het insluit. Zo ver kan als je ik iets, niet. Als je iets hoger opvliegt, dan zie je dat de wall aan het insluiten is. Het was misschien handiger geweest achteraf als ze met z'n tweeën tegelijkertijd naar buiten waren gegaan. Nou ja, dat vroeg ik je dus. Want jij was al buiten toen ik naar boven kwam. Ja, ja, ja. Maar ze waren al bij spawn. En ja, ik kon eigenlijk alleen maar op jou wachten. Het is gebeurd zoals het is gebeurd. Tuurlijk, ja. Want ik zag geen moment, jij zag Job en Jelle. En ik zag in één keer Andreas met... Ik zag dus inderdaad Jelle en Andreas. Daar vergiste ik mij in, maar het was Jelle en Andreas. En zij vliegen hier nu dus inderdaad rond over de spawn. En het kan niet heel lang meer duren voor het Job en Thomas moeten joinen. Maar ik ga eens even rondkijken of ik ze kan vinden. Oké, dus we hebben nu nog... Team Thomas en Job versus team Jelle en Andreas. En een half bos is hier afgebrand. ik moet wel zeggen, ja, wij hadden als strategie zeg maar lava en flint en steel. Want we konden geen diamonds vinden. Nee, hopeloos. Maar als ik hier nu in de buurt kijk, ik zie beide teams zie ik niet meer. Ik ben bij Haggis McHaggis en Q-Brawl en die zitten op... Blok 32, 66 min 2. Ik zie ze. Even kijken, blok 32 zei je. Ik vlieg ergens rond bij Brit. Ik zie een roze naampje, naar beneden. Oh, je gaat er ruimschoots voorbij. Oh. Ik zit nu recht boven spawn. Hero. Oh ja, daar zijn ze. Kijk. Hierzo. Als je hier naar beneden gaat. Ja. Jan? Zie je mijn hoofd hier beneden? Oh ja, ja, zie ik. Als je hier recht naar beneden gaat, dan... Oh god, dus ze hebben echt een holletje gegraven. Oh, ja, god. En ze komen er nu uit. Oh my gosh! Het zijn ook twee vieze trollen eigenlijk. En met een enchanting table en wills, ze zijn echt goed voorbereid. Oh my gosh! Nou, serieus hè? Dat ze hebben enchanted echt... shit. Oh, dat is echt mooi hoor. Ja, maar ook gewoon echt diamond helm, diamond armor. Ja. Hey, jongens, ik wil niet veel zeggen, maar degene die ik dacht die als eerste dood zouden zijn,
op die leven nog. Die leven nog. Ik had echt gedacht dat Andreas al vrij vlot dood zou gaan. En met alle respect ook mijn eigen vriend. Ja. Dat Job in alle enthousiasme ergens lava tegen was gekomen of zo. Ja, of ook. Precies. Ik zie hem al, het kan nog gebeuren. Maar wij hadden dus de pech. Want ik heb ze wel aardig verzwakt, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Haggis en Jelle zijn aardig half dood. Dus die gaan het waarschijnlijk niet heel lang overleven. Ja. Oh, maar ja. Jelle kennende, heeft hij nog een paar golden apples. Ik zag hem net nog een golden apple in zijn hand nemen. Maar ik heb Haggis McHaggis in de fik nog verstoken. Ja. Maar die is ook het water. Kijk, ze gaan weer naar boven, zie? Ja, hij is andere uitweg aan het zoeken om makkelijker bij de spawn te komen. Maar ik vraag me eigenlijk af waar Job is. Ik ga even gauw kijken stiekem. Maar ja, die ben toch al dood. Ja, daarom. Laten we even een rondje vliegen. Kijk, ze zijn heel voorzichtig. Heel ik zie... Even kijken hoor, daar waren jullie bezig. Ja. Trouwens, Jan Frans, je weet dat je... super dichtbij en bij Diamonds was met jullie tunnel. Ja, echt. Echt? Echt heel dichtbij. Oh, dus hebben jullie gewoon dat wisten wij inderdaad niet. Ik ga eventjes spieken hoe dichtbij we inderdaad zaten. Want je even kan kijken, dus inderdaad door de muur vliegen. Klopt, dat is echt heel chill. Als je, die hele lange tunnel hebt voordat jullie naar beneden in die cave wall kwamen. Hier, oh, links. Ja. Dus als je die tunnel ingaat, hier zo. Kijk, hier... Hier hadden jullie bij lava gekomen en had je hier rechts had je diamonds tegengekomen en trouwens Job en hier zijn inderdaad wat diamonds boven de lava, ja. En hier links zaten er volgens mij ook nog een paar. En hier is nog een cave. Hier waren alles aan het nakijken waar die zaten. Wat ja, hier staat nog gold inderdaad. Ja, dan hadden we misschien de tweede appel af kunnen krijgen. Ja, maar het is helaas niet anders. We hebben het niet kunnen vinden. Dus, het is wel apart om te zien. Maar kijk wat een lange tunnel jullie ook gemaakt hebben. Die andere twee zitten ook onder de grond. Alleen die zijn bij een cave. En Job zei iets van recht voor ons zitten. Met Haggis en... Oh shit! Maar ik zie ze niet. Oh, maar ze zitten dus dicht bij elkaar. Ja. Oh crap. En Job kende de grondmol. Grondmol! ik zie in ieder geval Haggis. Oh, en... ik zie Job. Ja? Haggis neemt best wel het risico. Ze zitten helemaal in het donker. Oh, ik zie ze ook. Ja? Ze komen echt heel dichtbij. Ze graven rechtstreeks naar de naamplaatjes die ze zien. Naamplaatjes? Dit is wat, ja. Thomas en Job die zijn naar de naamplaatjes aan het graven. Oh ja, daarom. Ze volgen exact de tunnel die kant op. Dit is zo grappig. Jan filmt dit goed hoor. Dit is echt grappig. Ik film alles. ik join mij eventjes bij Jelle en bij Haggis. Welke coördinaten, jongens? Ja, je moet zeg maar... zie Britt, waar ben je? Vlieg eens naar Q-World toe. Ze zijn nu echt heel fanatiek aan het shiften, die twee. Waar zijn volgens mij weten Job en Thomas waar ze zijn. Ja, Job zag ze al. Want als je op sneak drukt, dan zie je zitten recht voor ons. Dit gaat niet heel lang meer duren. Nee, jongens. Klopt, Luc. Als je shift ingedrukt houdt, op een bepaalde afstand, als je er een blokje verscholen bent, dan... Oh ja, Job is hier fucking uit aan het sneaken, hé. Ja, Job die heeft echt die heeft de heilige graal gevonden, zeg maar. Mm-hmm. En die weet nu waar ze zitten. Yep. Nou is het weer dag, hè. Ze gaan weer naar boven, die twee. Dus Haggis die is niet aan het sneaken. Dus, nu wel. Gezondheid. Thanks. Dat is wel echt een nice-episode. Ja, ze hebben wel alles al gepakt. Ja. Maar Haggis is dus gewoon keihard aan het lopen op de overground. Die echt zoiets van, oh kut, ze zijn weg. Ja. Die twee zitten daar inderdaad een beetje in een hokje. En ze hebben zoiets van, fuck. Oké, dit op zich is best wel grappig. Ik vind het niet heel erg om dood te zijn. Job ook echt met zijn tunnel, hé. Wat een sneaky. Job is inderdaad goed bezig. Oh, wat is die sneaky, die gozer. Ah, Job komt nu naar boven. Hij gaat proberen naar boven... Het zou lullig zijn als er een zombie achter zijn spant of zo. Ja. Dude, dan ontstaat er spontane paniek. Dan hoor je echt iemand... Ik ga even kijken, want de wall is nog niet zo dichtbij als dat we dachten. Nee. De wall maar... is nu pas zo'n 200 bloks van spawn af. Ik denk, als we dit weer een keer zouden spelen, dat we wel meer... Ze zien ze lopen. Dit is zo grappig. Ze lopen nu boven hun. Oh ja, ik zie ze. Oh, Job, die graaft nu in één keer open. Wat een mafkees.
Oh, daar zijn ze! Ze hebben een diamond sword! Oh, battle, daar komen ze. Oh, Hengis. Oh, daar gaat Andreas! Dag Andreas! Hij wordt beschoten met pijlen. Ja, Andreas is neer! Someone is shitting his pants right now. Boeien! Oh. Hier, Cubicle. Hij scheidt echt zijn broek vol momenteel. Ik zal Haggis even game mode. Spectator. Oh. Haggis. Check. Oké, we hebben nu dus Cubicle inderdaad die hier aan het sneaken is door het bos. Shit, waarom moet ik altijd plassen tijdens de beste stukjes? Oh! Oh, daar gaan ze. Het is een bowfight. Maar Jelle is aan het afweren met zijn schild. Maar zijn ze boven of onder de grond? Boven de grond. Ze zijn Jelle en geflankt. Thomas. Oh my god. Ze zijn nu geflankt. Jelle ja, maar Job probeert hem te backrapen. Ja, hij is geflankt. Jelle kan geen kant meer op met 1 HP. GG! Oh, mooi. Goed hoor die Job gaan dan! Je hoort hem wel op de achtergrond. Wat erg is, ik moet dit heel lang aanhoren voor Job, hè, dat hij is gewonnen. Oké, ja. we gaan de huidige Skype call weer even bellen dat iedereen erin kan. Ik bel groep. Zo. Daar gaan we. Kurva. Volgens mij wordt nu iedereen aan de Skype toegevoegd. Wat was dat gaar, jongen. Jongens, dat was echt gaaf. Weet je van hoe lang we jullie daar onder de grond waren? Nee, toch? Vaak Jelle en ik elkaar zijn kwijtgeraakt. Dat is echt niet grappig. We zagen jullie nametag van super ver. We zijn echt een heel stuk wezen vergraven. Ja, maar weet je wat het mooie was? We waren op het laatst nog met z'n vieren over. En wij hadden dikke enchantments. Maar we hadden geen pijl en boog. En we hadden wel, zeg maar... Want wij hadden Krimi en fucking Chantal hadden we gepakt. En daardoor waren we beschadigd. Want Chantal heeft serieus een bucket lava over me heen gelegd. Alsof het een normale zondagochtend was. Dus... Ja, wij hadden verder helemaal niks. We hadden alleen maar lava. Nee, wij konden geen diamonds vinden. Dus onze hele tactiek was inderdaad lava en flint en steel. Ik zat bij Jelle, dus wij hadden als eerste diamonds en enchantments. Dat is logisch. Ja, tuurlijk. Wij hadden al diamonds. Maar wij zaten nog... Wij zaten er ook nog over na te denken om naar de Nether te rushen. Zien we wel, maar Frans. We hadden Diamond liggen. Alleen als Thomas hem zou pakken, dan zou je de achievement krijgen. Ja. Daarom zou ik ze pakken. Alleen toen dacht Thomas, ik pak ze gewoon. En toen stond de achievement get. Toen was het echt zo van, oké. Het probleem voor mij was, is dat op het einde... Omdat Jelle en ik waren elkaar zo vaak kwijtgeraakt. En op het einde, vlak voordat ik jullie tegenkwam... Was jij weer ergens anders heen gegaan? Weer. Ja. We zagen, jij ging in één keer naar boven graven. Zo van, fuck it, we gaan ervoor nu. Het was zo grappig, want Andreas en Jelle waren echt zo van... Oké, het is weer dag. Oké, we gaan naar buiten. En op dat moment zag je Job ook echt zo van... Shit, ze verplaatsen. En toen zag je echt zo... Dat zie je ook op het filmpje. Zie je jou echt zo sneaky op sneakpositie zitten. Zo om je heen kijken. Zo van, oké, wat gaan we doen? Ja. En Jelle was ineens weg. Ik dacht dat jij mij wilde overleggen, wat gaan we doen? Jelle, we hadden afgesproken dat jij mij zou volgen, dat doet dit geval niet. Ja. Maar ik het was ook heel mooi, want ik kwam dus boven grond om water te fixen, want dat was de enige bucket die Chantal nog niet had. Dus wij gingen naar boven om water te fixen en toen kwam ik dus Haggis en Jelle tegen. Wij zagen jou vanaf afstand, Jan. Wij hebben jou een hele lange tijd gevolgd, zonder dat je het door had. Nou, dat zal ongetwijfeld. Maar goed, ik kwam dus boven en het was 2-1. Maar ik zag dus dat Andreas, die was aan het klikspammen. Dus ik dacht, oké, die doet dus 0 schade. Dus ik ga al mijn schade focussen op Jelle. Ik heb je nog geraakt met de lava-emmer. Ja, maar daarna... helaas gelijk het water in. Ja, maar jouw zwaard, weet je hoeveel het mij deed? No. Om de hit deed het een half damage. Ik had Diamond Helmet met Protection 2. Diamond Armor met Protection 2. En mijn broeken hadden allebei Protection 3. Ik had een helmet met Aqua Infinity en Unbreaking. Dus, Aqua Infinity, oh shit. Ja, dat heeft geholpen bij combat, zeg. Ik had een Iron Helmet, zo. Wij hadden inderdaad gewoon Iron Gear. We hebben geen enkele diamond kunnen vinden. Helemaal niks. We hebben onze hele strategie gewoon opgebouwd. Wat een diamond soort. Maar Creamy, weet je wat het grappigste is? Ik heb Jelle al het werk laten te doen en ik zat steeds bier te drinken en te roken. Daarom heb je 0 levens eraf heel lang. Ja, ik had als laatste al mijn levens nog. Totdat Chantal een fucking emmer over me heen gooide. Nee, die verdient fantastisch. De fucking bucket murderer.
Maar als ik, als ik gewoon eventjes wat mag zeggen, gewoon even wat afsluitende woorden. En ik hoop dat iedereen mij hierin ook eventjes kan backuppen. Voor de eerste keer in tijden hebben we een keer een Nederlandse aflevering Krimi TV gedaan. Dus ik wil gewoon even zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Krimi TV. Dit was de min 100 subscriber special.